Hier achter mij, daar komt een pop-up gallery. Hiernaast, daar gaan we een expositieruimte maken. Dus de hele Kerkstraat van nummer 1 tot en met 7, die is betrokken bij dit geheel. En we hebben een doorlopende wand van zo'n 30 meter etalage. En daar komt kunst in te zien. En mensen kunnen al rondlopend hier naar kunst kijken. En bij de galerie op openingstijden kunnen ze naar binnen lopen om daar ook wat nauwkeuriger naar dingen te kijken. En misschien wel wat aan te schaffen, wie weet. De kunstenaars die vooral helpen ook met de inrichting, die zijn nu een wand aan het maken achter de etalages, zodat je niet heel diep die winkelpand inkijkt. En we gaan die etalages gebruiken om daar werk te exposeren. Op de ramen komt een QR-code, zodat de mensen die langslopen wat meer informatie kunnen krijgen over de kunstenaars die daarin exposeren. En wie weet wat voor contacten daar nog uit voort kunnen vloeien. Ja, de bedoeling is dat we hier regelmatig nieuwe mensen uitnodigen om hun werk te kunnen laten zien. Ik hang in ieder geval met mijn werk en het werk van Ans Hofman tijdens de open atelierdagen in de pop-up galerie. Ik heb nog even een tip voor de gemeente Almelo. Kijk, we kijken allemaal tegen die vreselijke leegstaande panden aan. En er is namelijk een bedrijf die van die grote streamers op de ramen maakt. Het is net of er een winkel in zit. Dat hebben ze bij de gemeente Hengelo ook gedaan. Want daar keek je niet zo in die akelige leegstaande panden. Dus ze kijken naar de ruimte die leeg staat. En het wordt dan helemaal aangepast net of er een winkel in zit. Nou, Kees en ik kwamen vorig jaar met elkaar in gesprek van dat er veel leegstand was hier. En dat we toch graag ook wel iets wilden doen voor de Almeloze kunstenaars. En toen is eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen. Ik zou zorgen, omdat ik dat ook voor de atelierroute doe. Ik heb een waslijst met Almeloze kunstenaars. Dus ik zou gewoon wat kunstenaars aanschrijven of ze zin hadden om mee te doen. Die zijn nu aanwezig. Dus het is al duidelijk wie het zijn. Want we hebben mooi de etalages al schoongemaakt. Een mooie glazenwas is geweest. We gaan die binnen een beetje opruimen. Een beetje fatsoeneren. En dan gaan wij in de etalages gaan we proberen onze kunst te exposeren. Hoe is het met paard? Oh, is goed. Ja, het paard is goed. Ja. Paarden eigenlijk. Ja? Zijn er eigenlijk 3. Eentje staat er nog bij mij. En eentje is zojuist bevallen. Dus ik is er weer een kleintje bijgekomen. Komt hij hier te staan of is hij op? Ja, nee, ik denk dat ik hem wel hier neerzet. Ja, We hebben in Almelo heel veel leegstaande winkels. En het is gewoon geen gezicht als je in de Grote Straat Noord rondloopt en je ziet al die lege panden. Daar moet iets mee gebeuren. De Stichting Nieuwe Twentse Kunst, die is zo vrijwillig geweest. Dat initiatief dat jullie nemen, hartstikke mooi. Dat kunnen jullie wel organiseren onder de vleugels van Nieuwe Twentse Kunst. Benno Dimitri Oudekerk, die is heel bereidwillig geweest om ons die mogelijkheid te bieden. En ook de Almelo-promotie doet haar best om ook ons wat financieel te ondersteunen. In theorie zou het kunnen zijn dat het maar een korte periode is. Het kan ook best zijn dat het 1 of 2 jaar gaat duren. Het is een geweldig initiatief om weer wat leven in de brouwerij te brengen. En er moet eigenlijk zoveel mogelijk, denk ik, kunstenaars in de binnenstad getoond worden. Dan zul je de binnenstad een stuk levendiger krijgen. Want dat is sowieso mijn idee, dat je met cultuur veel meer levendigheid in de stad brengt. Het gaat ook dat kunstenaars de mogelijkheid hebben om zich te uiten. En dat is een belangrijke taak, denk ik. Door de corona is heel veel blijven liggen en dat is heel erg jammer. En het is natuurlijk hartstikke belangrijk om voor kunstenaars, ook voor uitvoerende kunstenaars, om te laten zien waar ze mee bezig zijn.